Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe, jawel, het is inderdaad al een hele lange tijd geleden, maar we zijn hier inderdaad in een nieuwe Planet Coaster. Ja. We zijn hier bij een nieuw scenario en ik dacht, laat ik gewoon nog af en toe eens lekker een Planet Coaster uploaden. Want het is wel een spel wat ik nog steeds onwijs leuk vind, ook al doe ik het eigenlijk nooit meer. Maar er zijn allemaal nieuwe updates geweest, allemaal nieuwe dingetjes toegevoegd. En ik zat zo van, ja, er zijn nog wel genoeg mensen die dit leuk vinden. Dus zo nu en dan hier een afleveringetje van moet gewoon kunnen, toch? Ja, dat dacht ik. We zijn hier in Silversmith Manor. We gaan gewoon verder. We hadden voor mijn vorige aflevering de Grade 3 gehaald. En nu gaan we hier. En dan staat die hier. Bla, die bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Oké, ik heb het natuurlijk wel gelezen. Maar er stonden allemaal dingetjes. Zoals wanneer ik iets plaat. En ik denk toch van, nee, wil ik niet. En ik haal het weg. Dat is kut, want dan kost me dat geld. En oh mijn god, ze hebben hier een, hoe heet het? Yo, dit is heel vet. Holy damn, waar moeten wij hier beginnen met bouwen? Ik vind, oh my, dit is wel een beetje sneu. Dit is wel heel sneu, wauw. Het hele zwembad is gewoon vol. Maar dit is wel fucking vet gebouw. Yo. Dan werd het opeens heel snel dag. What the heck. Maar check even hoe vet. Dit is best wel een gruwelijk huisje hoor. Maar het probleem is dat ik niet weet waar ik moet. Oh, hier is het. Oh, oké. Okay. Hier kunnen we al een beetje bouwen. Oh, jongens. Hier is een heel wandelpad. Oh, web. Oh, joh. Maar al die mensen moeten dus een pokkind lopen om. Dat is wel echt bizar sneu. Weet je hoe ver je moet lopen? Wil je op dat eiland komen? Doe dan, ja hier precies. Maak dan hier een ingang. Hè? In plaats van helemaal de andere kant van het park. Wat sneu, dat is gewoon mensenhaat. Maar we gaan even kijken. Objectives. Achieve a park value. Of, dat hebben we gewoon al bijna. Park rating. Dat hebben we ook al bijna. Wow, oké. Easy gaat behoorlijk. Oké, we gaan dit doen. We gaan beginnen met de allereerste attractie. En dat wordt een Venetian carousel. En waarom? Omdat de mannen in dit spelletje of in dit leveltje, die willen gewoon allemaal hele standaard attracties. Ja, ik vind het ook heel saai, dat moet ik toegeven. Maar we doen het gewoon. Bam, jongen. Dit is mijn allereerste attractie. Volgens mij sinds 2 maanden tijd die ik heb neergezet in dit spel. Dat is best wel sneu eigenlijk. Dat is echt heel sneu. Oké, we maken in ieder geval gewoon de ingang van hout. Ja, dat, ik weet niet of ik hout mooi vind. Dat is een beetje de. Ja, we doen deze. Deze, die is wel vet. Oké, dan maken we een beetje zo'n gammelpaadje zo. En dan doen we het bochtje zo hier naar beneden. Kijk, kijk, kijk. Ingangetje daar. En de uitgang moet natuurlijk komen. Maar we gooien hem gelijk open. We hebben Venetian Carousel. Hupsakee, bam, jongen. We gaan we gewoon gelijk het doen. Nou, dat is voor mij de snelste bronzen medaille die ik ooit heb gehaald. Ja, even serieus. Dat, ik heb nog nooit brons gehaald, trouwens, in mijn hele leven niet. Ik ben nergens goed in, dus dat is wel een beetje sneu. Maar, dat vind ik wel leuk. Hoe staat het trouwens met bankjes en alles in dit park? Voor mij is hier nergens in dit godganse park een bankje te vinden. Dus wat wij gaan doen, serieus, hebben ze alleen barrel... Nee, alleen van die lelijke. Waarom nou weer van die lelijke banken? Nee, dat vind ik niet leuk. Dit is zo lelijk. Ah, nee, dat vind ik echt niet mooi. Nou ja, we plaatsen ze maar gewoon, weet je. We gaan ze gewoon maar neerzetten. Ook al is het nou niet iets waarbij ik denk van, ja, dit past echt in dit park. You have no items in here. Try researching some. Je meent dat wij geen achtbaan... Oh, wauw. Wauw. Wauw, en wat hebben we dan bij track rides? Treinen en bouwer track rides met je... Oké, we hebben zo weinig. Zie dit, we hebben zo weinig. We hebben echt heel weinig. Dit is echt dramatisch. Dit is echt gewoon sneu. Bijna heel erg sneu, maar het is wel gewoon zo sneu. Maar ja, we moeten dus maar even een plaatje maken waar mensen kunnen eten. Dat is wel heel logisch. En dan moeten ze gewoon allemaal... kunnen genieten van een lekkere... Dat weet ik niet, moet even kijken. Nu weet ik ook wel weer waarom ik dit spel niet heel vaak deed. Omdat je eeuwen, letterlijk eeuwen, bezig bent met het bouwen van iets. En ik heb nu dit. Ja, dan zou je zeggen van Melvin, er staat niks. Maar er stond echt wel wat, maar dat werkte niet. En oh, oh, nee. Jeetje, man. Oh my god. Jee. Oké. In ieder geval, ik ga het nu nog een keer proberen te bouwen. En dan nu net iets beter, mooier en zo, ja.
Ik ben gewoon veel te lang bezig met dingen in het spel. En dan is het ook gewoon... Het is leuk. Kijk maar, het ziet er wel leuk uit, toch? Ja, een beetje die kleurtjes. Maar ik ben er zo lang mee bezig dat ik alweer zit van... Oh, Melvin, je moet ook nog andere dingen doen. Verscholen en alles. En als ik dan dit spel opneem, dan ben ik gewoon echt 3 eeuwen bezig met één zo'n ding. En dat is gewoon echt fucking kut eigenlijk. Dus ik ga dit gewoon even een beetje wat mooier maken. Door nog wat bosjes ertussen te zetten en zo. Maar daarna moet ik nog gewoon maar even wat attracties neerzetten. Want we moeten natuurlijk ook verder komen met fucking deze scenario. En dat is nog wel een beetje lastig als je zo langzaam bezig bent met bouwen. Zoals ik. Dus dat is gewoon... Ja, we gaan dat proberen. Nou, plaats maar dan even wat bankjes hier neer. Daar maar even eentje. En daar moeten nog mensen natuurlijk wel kunnen zitten wanneer ze wat drinkjes hebben gekocht, hè. En natuurlijk prullenbakjes. Want ja, als je geen prullenbakjes neerzet, dan wordt het één grote teringbende in je park. En dat willen we ook natuurlijk niet. Dus we gaan het allemaal even voorkomen door middel van deze dingen. En hier nog maar even 2 bankjes zo. Bam, jongen. Kijk eens even. Hier kunnen mensen gewoon heerlijk zitten. Met een drankje of weet ik veel wat. Dit is toch echt wel even genieten, hoor. Ik ben wel trots op hoe dit is geworden. Ja, dit is wel, wel leuk. Een soort van leuk. De park rating is ook gewoon niet omhoog gegaan. Nog steeds 600. We moeten maar een attractie neerzetten. En wat we nog... Ja, we zetten eerst gewoon deze neer. Waar gaan we die neerpleuren? Dus om hier gewoon... Ja, we doen gewoon... Bam, jong, hij staat. Upsakee. Waarom is hij trouwens paars? Wie de fuck verzinnen om die attractie paars te maken? Bam hoor, we hebben weer een nieuwe attractie staan in ons prachtige pretparkje. Moet je kijken dan, de hyper, hyper, ja, suikerspin. Ik noem hem gewoon, ja, suikerspin. Dat vind ik een leuke naam. Dit is gewoon de suikerspin, ha 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 ha. Average guest happiness is declining. Wat? Wat? Dat kan de baan, dat mag niet. Oh mijn god, die rating gaat snel omhoog als je zo'n attractie pleurt. En we moeten trouwens ook even kijken naar wat voor financiën leen wij hebben. 25.000? Hoe willen we dat gaan krijgen? Ik zet hem gelijk maar even op speed 3. We maken deze attractie misschien iets wat duurder. Een 4,50. Er moet gewoon geld in het laadje komen, heb ik nu net even beseft. Dat kan niet, dat kan niet. Nee, dat is gewoon onmogelijk. Iedereen heeft wel zo'n moment in een spel dat hij denkt van... Nee, dat kan gewoon niet. En dat heb ik nu. Dat kan toch nooit? Hoe dan? Oeh, tell me how that's possible. Dat is gewoon gekke werk. Weet je wat, we gaan in ieder geval nog een nieuwe attractie neerzetten. Hij past hier. Ja, dat is een vet mooi plaatsje. Kijk even. Nou, doen we de ingang daar. De uitgang laten we dalen. Ja, kijk jongens. Deze staat hier echt fucking mooi. We moeten geld krijgen namelijk. En dat komt alleen maar door attracties naar binnen. Dus... we gaan dit zo snel mogelijk doen. Kijk jongens, ingang geplaatst en de uitgang nu ook gelijk. Bam, 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 erachteraan. Dan kunnen mensen erin. Kijk, kijk jongen. De theekopjes. Thee. Of anders gaan we gaan mensen met OCD gaan we triggeren. Koffiekopjes. Oh, dat doet hij even. Oh, het zijn niet eens koffiekopjes, maar toch doet hij dat. Oh, dat durf ik jongens, dat durf ik gewoon. Many guests need a toilet. Oh fuck, toilets, ben ik dat ook nog vergeten. Jeetje man, dit gaat niet goed. Toiletten, hupsakee, mensen moeten pissen Melvin. Dat moet je natuurlijk wel even bedenken. Waar de fuck zou je willen pissen als je in dit pretpark loopt? Nou sowieso. Ja, mooi pishockey toch? Hupsakee. Kunnen ze gelijk lekker hun behoeftes doen. Dat moet gewoon kunnen toch? Ja, dat moet gewoon kunnen. En als dat niet kan hè, in een pretpark. Hoe zou de wereld eruit zien als wij überhaupt niet eens hoefden te plassen? Dat heb ik net gezegd. Dat is echt de meest filosofische domme ding ooit. Nou, het mooiste toiletgebouw ooit, toch? Jezus, man. Wat bouw ik toch? Ik weet het soms echt niet, hoor. Nou ja, we hebben in ieder geval wel 1 toiletgebouw waar de mensen nu kunnen plassen. En... Yo! Ik zie trouwens ook dat er bosjes in de weg staan. Waarom liepen mensen daar doorheen? Maar even serieus. Er is... Ja, ik zie het. Holy amahula. Wij moeten gaan... Hebben ze hier mensen wel aan? Ik weet het niet of ze hier wel mensen hebben. Oké, we gaan gelijk echt heel veel schoonmaakers neerzetten. Want dit park is zo vies. Het mag toch niet, man? Heringbende in je park. En dat willen we ook natuurlijk niet. Jeetje, maar ook hoeveel asociale mensen heb je dan überhaupt in een pretpark rondlopen? Dat is toch, dat kan, dat mag gewoon niet. Nou, 2 van deze mannen neerzetten, hupsakee. Jullie gaan even keihard schoonmaken. Dan geven ze ook gewoon allemaal een training. Ja, hupsakee, bam jongen, allemaal trainen. Hup, ja hoor, we zijn de beste baas ooit. We geven ze allemaal een training. Kijk eens aan. En natuurlijk deze even. Hupsakee. We hebben geld gesmeten. Maar het is wel nodig.
En jeetje, moet je zien hoe druk het daar is. Yo, het is overal heel druk. Behalve bij de draaimolen. Want daar wil niemand in. Maar hoe gaat het met onze, hoe heet het? Het is gewoon naar beneden gegaan. 295, serieus? Oh, hij is omhoog gegaan, kijk. Yo, wat? Zo net was het 295 en nu 439. Dat is ook niet normaal. Maar we hebben nog marketing nodig en we moeten geld verdienen. En we zitten nu op de min 4. Jeetje, hoe gaan wij dit? Oké, voor mij doe ik het echt helemaal fout. Hoeveel vragen is überhaupt voor deze attractie? Daar gaan we volgende keer wel in. Maar... ja, je moet sowieso $14 hoor. $14 voor deze attractie, dat moet gewoon. En volgens mij gaan we ook niet eens winst maken. Puur omdat ik zoveel... schoonmaak. Oh shit, sorry. Dit is gewoon financiële crisis hier in het park. Zie dat geld gewoon down the drain. Oh nee, het gaat nu iets omhoog. Nee, het gaat. Oh nee, ik weet het niet. Mensen, ik bedank jullie gewoon voor het kijken. Druk op blauw duimpje als je genoten hebt. En we zullen zien of wij hier nog uitkomen. Bedankt voor het kijken. En ik nog maar één zeg tegen jullie: het is. Doei mensen!